in de openbare ruimte. Daar hebben we het al eerder over gehad. Het college heeft nu besloten een aantal initiatieven te honoreren. Hoe zit dat? Ja, ieder jaar kan door het jaar heen, kan iedere buurt of vereniging of oudercomité kan een verzoek indienen bij de gemeente om nieuwe speeltoestellen of speelruimte in te richten. Daar hebben we jaarlijks een budget voor. Al die initiatieven verzamelen wij tot het eind van het jaar. En dan aan het begin van het nieuwe jaar beoordelen wij welke initiatieven een bedrag krijgen. En dat is afgelopen jaar ook gebeurd. En dit jaar hebben we 10 initiatieven binnengekregen. En nu las ik dat bijvoorbeeld er zijn 2 speeltuinen in Milsbeek. De ene is wel gehonoreerd en de andere niet. Waar ligt dat aan? Ja, kijk, iedere locatie of iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. We gaan ook ter plekke kijken. En dan kijken we naar de ruimte. Hoeveel ruimte is er en wat is precies de aanvraag? En zo zie je dat in Milsbeek bij de Gildenstraat. Daar is dat is een oude speeltuin waar heel weinig gebeurd is de laatste jaar. En daar is ruimte genoeg om nieuwe toestellen bij te plaatsen. En bij het speeltuintje aan de draaischijf, dat is een klein speeltuintje waar al veel toestellen staan. En dan wordt het lastig om daar nog toestellen bij te plaatsen. Dus zo wordt de ene wel wat meer gehonoreerd dan de ander. En u vraagt daarbij natuurlijk ook nog wel wat van inwoners zelf. Dat ze bijdragen of dat ze meehelpen. Ja, dat klopt. Wij beoordelen de aanvragen ook en die bespreken we ook met de aanvragers. En wij kijken of de aanvragers ook zelf bereid zijn om werkzaamheden te verrichten. Dat eisen we eigenlijk altijd, want het moet iets zijn wat door de buurt gedragen wordt. En dus die moeten meehelpen. Vaak is het ook zo dat we aan de buurt vragen of ze zelf sponsoring in kunnen brengen of een bijdrage kunnen leveren om het een gedragen project te maken van de hele buurt. Mara, je maakt heel veel vlogs over speeltuinen bekijken en die je zelf ook uitprobeert. Nu heb je vast, zijn er vast dingen bij je opgevallen. Hoe zit dat? Als ik speeltuinen ga beoordelen, dan valt het me op dat er heel veel heel leuk zijn. Maar heel veel, je ziet ook verschil tussen nieuwe en oude voor ouderen. En wat vind je van de speeltuinen in Gennep? Eigenlijk allemaal wel leuk, denk ik. Ja, je bent ook naar die van Ottersum geweest en misschien ook die in Milsbeek. Want er is een hele route van speeltuinen, hè? Ja, die hadden toen bij de VVD ook, had ik die mijn papa ook gevraagd. Maar kende je ze ook al eerder? Niet allemaal, sommige wel. Bijvoorbeeld die hier in de buurt zijn en zo, die ken ik vaak dan wel, want daar kom ik dan vaak. Maar sommige was ik ook nog nooit geweest en dat vond ik wel leuk. Was er eentje bij waarvan je dacht, oh, dat is een verrassing? Ja, eentje vond ik wel leuk. Die was voor mij in Milsbeek, maar die had zo'n klein en die ging dan zo rond. Oh ja, dat is inderdaad wel heel cool. Wat zou daar eigenlijk in een goede speeltuin moeten zijn? Denk wel een glijbaan, dat vind ik altijd leuk. En ja, een schommel staat, ja, dat vind ik ook altijd wel leuk om op te zitten. Van, ik vind eigenlijk alle schommels wel leuk, maar de leukste vind ik toch wel een nestschommel, denk ik. Want nou is het zo dat de gemeente die geeft aan sommige mensen die een goed idee hebben over een speeltuin, geven ze geld zodat ze de speeltuin kunnen opknappen. En dan zag ik dat jij een speeltuin had beoordeeld aan het Tiltenhof. En daar had je een 7,5 voor gegeven. Wat denk je dat ze daar nu gaan opknappen? Want zij hebben geld gekregen van de gemeente. Nou, ik vind die speeltuin eigenlijk nu al wel leuk. Maar ja, wat ze gaan opknappen weet ik eigenlijk niet. Maar wat zou je leuk vinden als ze daar zouden gaan maken of beter maken? Of? Dat is wel een moeilijke vraag. ja, ik denk dat een nestschommel en een glijbaan toch wel weer leuk is. Dat is ook voor grote en kleinere kinderen leuk. En ja, een klimrek is ook wel leuk, maar dat is soms. Ja, dat vind ik ook altijd wel leuk
om op te klimmen dan. En, dat is het denk ik wel. Wat me ook opviel is dat jij heel vaak leuk vindt iets van boomstammen of van die ongelijke paaltjes waar je overheen kan lopen. Is dat iets wat je mist in speeltuinen? Soms mis ik dat wel in speeltuinen, want dat vind ik wel altijd leuk om te doen, parcoursjes. En dan om te klimmen en dan allemaal eroverheen te lopen, dat vind ik altijd wel heel leuk. En naar welke speeltuin ga je morgen? Ik zit op de Elkeliek, daar zit in het Genapia-gebouw. Zitten ook nog meer scholen, dus Stenova en Pyramide en de BSO de Spring. Maar mis je daar nog iets in de speeltuin? Nee, eigenlijk denk ik niet, want ik vind eigenlijk kan je overal wel mee spelen en het is ook voor iedereen leuk. Dus ik denk dat het wel genoeg is, zodat het wel af is. En zo zit dat. Ik heb begrepen dat de Pump Trackbaan, wat ook een initiatief was, geen bijdrage kan verwachten? Nee. Het totale budget is 50.000 euro per jaar. De voorstellen die we nu gehonoreerd hebben, komen ongeveer aan dat bedrag uit. De aanvraag van de pumptrekbaan behelst ongeveer 100.000 euro. Dat is een forse kostenpost. Daar hebben we overigens wel een deel voor gereserveerd staan. Geld om dat te realiseren. Echter, we zijn nog niet op een juiste locatie terechtgekomen. Samen met de initiatiefnemer en de gemeente zijn we op zoek naar de juiste locatie voor die pumptrekbaan. Want dat vraagt nogal wat betreft, het moet grond zijn van de gemeente of de eigenaar moet daar toestemming voor geven. Het moet veilig zijn, het moet bereikbaar zijn. En zo zitten er een aantal criteria aan zo'n pumptrekbaan. Daar zijn we naar op zoek, maar we zijn er nog niet uit. Dat is heel jammer, ook voor de initiatiefnemer natuurlijk. Ja, dat is zeker jammer, want ook wij vinden het een mooie toevoeging vanuit de gemeente, zo'n pumptrekbaan. Maar ja, we moeten wel een plek hebben waar we hem kunnen realiseren. Dus vandaar dat we gezegd hebben, dit jaar nog niet, maar we blijven op zoek en kijken of het misschien later een keer kan. En zo zit dat.